Hockey Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 22 Kirby. Officieel zou eigenlijk vandaag Totem Farm online komen, maar ik dacht, ik wil eigenlijk eerst even weten wat jullie reacties zijn op de video van vrijdag. Die komt eigenlijk morgen online. Dus ik dacht, nou dan doen we even een extra afleveringetje Kirby, want ja, ik vind Kirby ook hartstikke leuk. Dus vandaar dat vandaag een extra aflevering Kirby is en geen Torten. Ik hoop niet dat jullie het erg vinden. Maar dan weten jullie dat. Ik ben gewoon benieuwd naar jullie reacties. Dus vandaar. Hey, wat gaan we vandaag doen? Nou, zolang er nog geen sneeuw ligt, kunnen we natuurlijk deze velden gaan inzaaien met gras. Maar ik ben er bang voor. Het sneeuwt volgens mij tot 1 uur. Dan is het gestopt met sneeuwen. Dus dan hoop ik dat er ook geen sneeuw blijft liggen. En ik zag dat de volgende dag in... Oh shit. Ijsje er het erover. Ah, dat meen je toch niet. Oh nee. Nou, fijn. Dan kunnen we niks meer doen. Want ik weet mijn god niet waar ik gebleven ben. Hé, getve. Oké, even kijken. Wat zit er in de tweedehands dealer? Wat is dit? Een schijvenegger. Dat hoeft niet. We hebben hartstikke een mooie cultivator. Maar, want we hebben natuurlijk nog silage. Dat silage, kunnen we dat nou verkopen of niet? 3,43, 3,49 is nou januari. 3,43. Ja, ik denk dat het wel beter is om het te gaan verkopen momenteel. Dan hoop ik alleen niet dat wij sneeuw gaan oprapen. Want nou is de prijs, ja, het is nog niet helemaal de perfecte prijs die we eigenlijk moeten hebben. Maar we kunnen het beter wel gaan verkopen. Want dan kunnen we namelijk als het veld, het nieuwe grasveld, dan helemaal klaar is, kunnen we alles in de kuil stoppen. Of balige pers misschien. En dan kunnen we dat op die manier. Dus we gaan eventjes plannen wijzigen en dan gaan we het silage verkopen. Dan kunnen we geen sneeuw oprapen, toch? Nee. Nee, dan is het goed. Dan is het goed. Hoop ik dat de prijs natuurlijk nog wel redelijk goed en hoog blijft. Want de hele kuil moet natuurlijk ook leeg. Alleen ja, het is maar 343, hè. Stel. We zetten het op gemakkelijk. Dan krijgen we 502. Dat is gewoon 230 euro meer, hè. 230 euro meer. Dat is best veel. Maar ja, we kunnen er natuurlijk, ik weet niet hoe, het is eigenlijk altijd moeilijk geweest. Alleen, ja, in FS22 is het al heel moeilijk om geld te verdienen. Dus dan doen we het op normaal. Maar ja, anders hadden we 250 euro extra, ja, 230 euro extra gekregen per 1000 liter. Nou, en dat dan keer 25.000, ja, dat tikt wel aan. Maar we mogen niet klagen, want ik hoop dat we hier wat leuke centjes uit krijgen. Want die lening moet natuurlijk terug worden betaald. En dan kunnen we langzamerhand gewoon upgraden naar een nieuwe maaien. Dat is ook wel fijn. Trouwens, we moeten hierheen. Dat was bij de bale sale, dacht ik. Hè? Want er is maar één verkoopplek voor silage. Dus die kunnen we alleen maar hier verkopen. Zo, dan gaan we die even legen. En dan zouden we er natuurlijk eventjes een korte timelapse van kunnen maken. Dat we alles gaan verkopen. Ah, ik denk dat het nog niet zo heel slecht is hoor. We zitten al op 5000 euro, dus kan je daar gaan. Kijk, en als we dus op gemakkelijk hadden gezet, dan hadden we nog meer geld verdiend. 8500 euro voor één trilletje met silage. Nou, ik teken ervoor. Dus laten we direct eventjes alles gaan verkopen. Want nou is de prijs toch redelijk goed. En dan kunnen wij zometeen is de kuil ook leeg. En dan kunnen wij met het nieuwe grasveld, kunnen we die weer helemaal vol blaffen in de kuil. Of balen gaan persen, dat kan natuurlijk ook. Want de balen persen, dat kost iets minder tijd dan een oprapwagen.
Kijk, je moet het wel opladen op de trailer. Maar ja, goed, dat is op zich nog niet zo heel moeilijk. Maar, hoe heet het? Het scheelt gewoon tijd. Alleen het nadeel is natuurlijk wel dat we, natuurlijk ook een balenwikkelaar moeten hebben. En wij mogen niet huren in deze serie natuurlijk, dat mag niet. Dus die moeten we dan gaan kopen. En volgens mij is er ook helemaal geen goedkope oprapwagen, of een goedkope balenwikkelaar. Want ik weet dat de ronde balen een stuk goedkoper zijn. Maar die vierkante balen, die kosten nog wel wat hoor. Maar goed, laten wij proberen de kuil zo leeg mogelijk te krijgen. Ik hoop ook dat we alles mee kunnen krijgen. En dat we er mooi wat centjes aan kunnen verdienen, want dat kunnen we goed gebruiken. Right, we hebben nu 29.247 euro en volgens mij moeten wij nog 30.000 euro afbetalen, of niet? Ja, dus we komen net een paar euro tekort. Maar we hebben natuurlijk nog tomaten en wanneer kunnen wij eigenlijk het beste de tomaten verkopen? Het is nu januari, in februari, dus als wij nou dit even allemaal weghalen... Dan hebben we nog 5000 euro over. Dat verkopen we de volgende dag. Dan gaan we even slapen. Dan verkopen we die... Oh, wacht. Die kippen moet nog even eten. Dan verkopen we die tomaten, jongens. En dan zijn wij van onze lening af. Jouwe. Het is alleen jammer dat er nou sneeuw ligt. Dus we kunnen eigenlijk nog niet het veld gaan inzaaien. Dat is wel een beetje jammer. En het begint ook al donker te worden. Maar ja, het zij zo. Maar er zit nog een klein beetje sorghum in. En die kippen die broeden natuurlijk ook nog verder. Ja, ik kan op zich wel er wat ingooien. Er zit nog 500 liter in, maar dan wacht ik liever eigenlijk even totdat we gaan slapen. En dat we nog voor één dagje eigenlijk... nog eten hebben. Dus gaan we eerst even slapen. Als dat mag, ja. Laat ik eerst even afslaan, want ik weet wel weer hoe dat gaat. We slapen gewoon tot 9 uur, want ja, het is toch winter, dus we kunnen niet zo heel veel doen. Maar volgens mij ging het de volgende dag ook heel erg veel sneeuwen en dat is wel jammer. Dus ja, Tenzij ik hoop dat alle sneeuw weg is natuurlijk, maar volgens mij krijgen we vandaag ook nog sneeuw. Nee, maar het is wel heel koud. Pas om 7 uur krijgen we sneeuw, dus laten we hopen dat het sneeuw weggaat, alhoewel... Ik te bang voor ben dat het niet gaat gebeuren. Maar goed. Dan gaan we eerst eens even die kippen weer eten geven.
Dat was alles. Dan gaan we die tomaten verkopen en dan hoop ik dat wij 5000 euro daaraan verdienen. Zodat wij de lening volledig kunnen afbetalen. Dat zou echt, echt top zijn. Dan moet ik het wel eventjes anders, want ik heb echt niet echt een platte wagen. Want we doen het natuurlijk wel met de voorlader. Dus ik hoop dat de voorlader eigenlijk eventjes met gewicht kan. Het gewicht dat zeker nogal uit. Ah, het kan wel, omdat die... omdat dat gewicht, of omdat die voorlader eigenlijk veel te groot is voor deze trekker. Kunnen we het gewoon met gewicht aan de voorkant, kunnen we het voor elkaar krijgen. Dat scheelt dan weer. Zo. Nou, dan hebben we nog 3500 euro. En dan gaan we even dat wol verkopen. Ja, dat sla, dat kunnen we ook wel verkopen. Maar we hebben meer tomaten dan dat we sla hebben, dus op zich. Dan moeten we die afkoppelen. Dan moeten we eerst even die afkoppelen. Ik weet niet hoe zwaar die pallets zijn, maar voor de zekerheid doen we het gewicht wel even aan de andere kant. Zo. Moeten we eerst even die tomaten hier even weghalen. Kijk, dat komt precies uit. Alleen of alles op de platte wagen past, dat weet ik ook niet. Het is lastig te zien, omdat het natuurlijk sneeuw ligt. Moeten we trouwens ook... wat is er in de sale, by the way? Hier, een dikke Nieuw-Holland. Met 95 pk. Dat is iets minder pk dan dat we eigenlijk hadden. Het is meer een downgrade dan een upgrade. Wel een dikke cultivator trouwens. Maar ja, daar hebben wij de trekker niet voor. Zo. En hoe is het met het sla? Kunnen we het sla ook beter verkopen in februari? Nee, ik kan het beste verkopen in augustus. 2050, 1980. Dus dat, het sla moet nog eventjes wachten. Maar tomaten moeten we vandaag wel verkopen. Dan hoop ik dat het allemaal gaat lukken. En dat ik zo ver kom. Ik kan niet zien of ik er goed in prik. Omdat die sneeuw zo dik is. Zitten we nou echt geglitcht? Dat meen je toch niet, hè? Ja, er ligt sneeuw. Nou ja, dan moeten we het... ik wou het eigenlijk met de voorlader doen, maar dat moet ik maar even met handje doen. Ik kan er ook niks aan doen. Ik dacht, dat gaat fantastisch, maar nee, hoor. Dat is trouwens achter thuis iemand achter thuis is. Dat is niet de bel, hoor. Ik heb een camera achter thuis hangen. Dus als iemand achter thuis loopt, dan gaat dat alarm af. Zo, dan laten we die even zo op. Hoop ik dat het allemaal gaat passen. Vast wel. Oh, oh, oh. Mag eigenlijk niet met het handje, maar het moet maar even. Eigenlijk is het ook geen platte wagen voor pallets, hè. Maar goed, we doen het er maar mee. Het gaat om het idee. En dan hoop ik dat we hier toch even lekker wat geld aan verdienen. Alleen voor mij was het net geen 1000 euro, hè. 993 euro. Dat is wel jammer. Maar dat we iets extra geld kunnen verdienen. Maar goed. Hé, hey, maar waar een houttriller wel niet goed voor is, hè. Moet het trouwens wel het water weer een keer in de gaten houden. Want hier zit 6,5 en hier zit 4000 liter in. Dus dat moeten we binnenkort wel weer even bijvullen. Zo. Hoppakee. Nou, de triller zit hartstikke vol. Dat is mooi. Oh ja, er zat geen ding aan dat gewicht, hè. Dat is ook zo. Nou, dan laten we dat gewicht wel even hier. Ik denk dat we dat niet nodig hebben. Dan gaan we naar het verkooppunt, want we krijgen er wel 1000 voor. Dat is mooi. Let's go, 6000 liter, dus we krijgen er 6000 euro. Dat betekent dat we op 9.500 euro zitten, waardoor we dus onze lening volledig kunnen afbetalen. Fantastico! Nou, eens even kijken. Als het goed is moeten we 6000, misschien 6100 euro verdienen.
Als we geluk hebben. Want het is 3 euro per... Dan hebben we 3, 6, 9, 12... Ah, oh, misschien 62, 100 euro. Als we een beetje geluk hebben. Niet dat ik dat heel vaak heb, geluk, maar... het is toch weer een mooie inkomsten, zo, die pallets. Dit is 4000 euro. Waarom wordt dit nou weer niet verkocht? 4132 aan verkochte producten. Lekker hoor. Ah, we komen niet tot 10.000. Het zou wel mooi zijn dat we nog 5000 euro over hebben, maar dat. Dat denk ik niet. Ah, 1870. Dus als het goed is. Verkochte producten. 6002. Nou. 5000 euro terugbetalen en we hebben niks. Geen lening meer. Dat betekent. Dat we dus ook eens even kunnen kijken naar een maaier. Een betere maaier. Ik weet niet of ik überhaupt maaiers heb. Vast wel. Ja, we hebben deze. Maar die heb ik best wel vaak gebruikt. Maar ze zijn wel ideaal. Maar misschien dat er in de mod-up nog wel een leukere maaier is. Een John Deere maaier of die. Maar die is 3,1 meter. En we hebben nou een maaier van 2,1 meter. En we kunnen natuurlijk een frontmaaier doen. Daar we tegelijkertijd de frontmaaier en deze doen. Dat is een mogelijkheid. Maar misschien dat er wel een hele mooie maaier in de mod-up staat. Dat moeten we maar eens eventjes gaan zien. Maar ja, we zijn van onze lening af, jongens. Stop. We hebben het toch best snel gedaan, moet ik het zeggen. Best snel gegaan. Daar ben ik blij mee. Ik vind het alleen een beetje jammer dat er nou nog sneeuw ligt. Want we kunnen nu niks. Ja, we kunnen even het water van de kas even bijvullen. Alleen we kunnen nu nog niet het gras inzaaien ofzo. Dat is wel jammer. Nou ja, goed. Ik ben al hartstikke blij dat we onze lening af hebben betaald. Dat klaar is. En dat wij nu ons eigenlijk kunnen focussen op meerdere machines, trekkers, trailers, combines. Noem het hele zootje maar op. Alleen ja, we kunnen het grond momenteel niet bewerken door de sneeuw. Want natuurlijk wordt dit veld, dat wordt natuurlijk allemaal gras, hè. En we kunnen natuurlijk nog verder uitbreiden, helemaal tot en met daar, het grasveld. Maar ja, dat doen we voorlopig nog niet. Pas als wij echt een vlindermaai kunnen bezitten, dan gaat dat gebeuren. En we moeten trouwens ook rekening mee houden dat we wel genoeg eten houden voor de kippen. Want dit is het laatste beetje eten wat we hebben. En anders moeten we het kopen. We kunnen in principe 2 zakken kunnen we gewoon aan de voorlader doen. Daar hebben we geen trillen voor nodig. Dus dat scheelt. Maar ik denk dat wij eventjes de kassen bijvullen. Zo. Met het gesmolten sneeuwwater. Dat lijkt me handig. Oh, er zit zelfs nog water in. Eens. Want ja, de tomaten moeten we sowieso wateren. Maar ja... We kunnen net zo goed alle 2 bijvullen, dus dat is het makkelijkst. Dan hebben we daar voorlopig... Ik vind het wel mooi dat nog steeds dat dak open staat met sneeuw. En dat er geen sneeuw binnen in de kas ligt. Dat vind ik best knap. Pff. Maar ja, ik hoop eigenlijk stiekem dat zometeen nog het sneeuw weggaat. Maar ja, het is hartstikke... Het is vreselijk koud. Hoe koud is het? Min 12, dus ja, dat is niet... Dat het sneeuw zo 1-2-3 weg is. Dat is wel jammer. Maar goed, het wordt ook zo weer donker. Dus ja. Nou, ik geef die kassen even water, jongens. En dan laten we hopen dat dan langzamerhand het sneeuw weg is. Nou, daar zijn we weer. Ik heb eventjes op de mod-up gekeken naar een maaier. En ik heb er wel eentje gevonden. Als ik het merk zeg, dan word ik al helemaal misselijk. Maar ik heb wel... Het is voor mij niet echt een maaier. Maar het is wel een hele goede deal. Al zeg ik het zelf. Moet ik even kijken waar die staat hoor. Dat is deze. De HX50. Hij kost 15.000 euro. Hij heeft een werkbreedte van 6,2 meter. Ja, we kunnen natuurlijk een frontmaaier doen en die we nou hebben. Maar ik denk dat deze toch iets makkelijker is. Dat is ook iets wendbaarder.
Dus dat zouden we kunnen doen. Daarnaast heb ik ook een paar trekkers erbij gedaan. Ook een nieuwe combine trouwens. Wat ik dacht misschien wel leuk. Alleen die is tering duur. 195.000 euro. De TC59. Een upgrade als combine bijvoorbeeld. Ooit. 7.000 liter in plaats van 1.500 liter. Of de Bison. Of de Bison, dat is op zich ook wel leuk. Er gaat 3540 liter in. Dat is op zich ook niet heel erg gek duur. Maar ja, en nog een paar andere trekkers heb ik ook nog gedaan. Kleine trekkers, zoals... moet ik even kijken. Een paar Nieuw-Hollands. Waar staat die T7? Ik denk bij middelgrote trekkers. Hier de alle... Alle zitteren die ik gebruikte in Elm Creek. Ik heb ook de 1455 XL trouwens. Die zou ik nog voorbij komen. Maar ik denk dat die bij middelgrote trekkers zit. De oude Nieuw-Holland, hier deze. Met het nog mooie geluid en zo. Dat is wel gaaf. Maar, wat gaan we nou doen? Want dat is dus een beetje het probleem. Want we kunnen nou niks. Ik denk dat we gewoon gaan slapen. Alleen, ik weet niet hoe lang de kippen het nog volhouden. 618 liter. We hebben 361 kippen. Wat we natuurlijk kunnen doen is natuurlijk... Ik weet niet, kunnen we de eieren nou het beste verkopen? 2500 euro. In december hadden we moeten verkopen. Kakzooi. Maar het gaat heel erg omlaag. Dus laten we ook eerst even die eieren verkopen. Dan doen we wel even twee keer heen en weer rijden. Dat lijkt me beter. Maar dan verdienen we natuurlijk ook weer een klein beetje geld aan, hè. En ja, misschien is het wel handig om dan toch die maaien te halen. Of zo. Misschien dat hij toevallig ook wel in de sale komt als we straks gaan slapen. Dat kan natuurlijk. Ik denk het niet hoor. Laat ik trouwens eerst even... Want ik hoop eigenlijk dat ik alle vier de pallets in één keer mee kan nemen. Dat zou het mooiste zijn. Dat zet ik gewoon op elkaar. Maar dan moet ik wel een gewicht hebben. Want ik denk dat dat veel te zwaar is. Shit, we hadden het in december moeten gaan verkopen, joh. Nou ja, goed. Maakt niet uit. Ik heb er ook niet aan gedacht. Er is nou ook een goede... Moet ik alleen eerst even kijken of ik deze meteen mee kan nemen, zo. Want... Hij zit een beetje in de sneeuw, hè? Dat is een beetje vervelend, zeg maar. Ik hoop echt dat ik ze alle vier tegelijkertijd kan meenemen. Dan, ik ga gewoon rustig rijden. Het is natuurlijk wel een heel kunstwerk. Wat we moeten vervoeren. Maar het zou top zijn. Of is dat te zwaar? Oh! Het hele zootje glitcht ook weer. Het is toch ongelooflijk met die pallets, jongens. Waarom heb ik altijd pech met pallets? Waarom glitcht dat bij mij altijd zo? Kan iemand mij dat uitleggen? Ben ik nou de enige bij wie dat altijd zo glitcht of niet? Het is toch verschrikkelijk dat je elke keer dat die pallets zo glitchen. En dat je dan op een gegeven moment dat alle pallets weer gaan lopen vliegen en weet ik veel wat. Ja, het is een heel kunstwerk hoor. Ik hoop dat we het mee kunnen nemen. Eigenlijk. Ik moet gewoon rustig rijden. Ben ik blij dat die eieren niet kunnen knappen. Dat die kapot kunnen gaan. Als ik gewoon rustig gas geef, niet te hard rijden, dan moet dat best wel goed komen. Want de prijs is nou goed. We hebben vier volle pallets, dus het lijkt mij verstandig op de nood. En het is 2500 euro per 1000 liter. En we hebben... Wacht even, we hebben... Hoeveel is 4 keer 1400? Het antwoord is 5600. 5600. Hoeveel is 5600 keer 2500? Het antwoord is 8.400.000. Want we krijgen 8.400.000. Nee, dat is grapje. We krijgen dus ongeveer 84.000 euro. Hoe is? 8.400 euro. Als het goed is. Ja, ik doe het ervoor hoor. Kijk, hier wordt het tricky hè. Gewoon rustig rijdt. Kan er niks gebeuren. Ja, dan krijgen we er weer 8.000 euro bij. Dan zitten we op kleine 16.000 euro. Dus dan zouden we die maaien eigenlijk al kunnen kopen. Alleen het gas is nog niet zo ver. Dus ik denk dat we beter nog even wachten met kopen. Want wie weet komt hij in de sale. Ook al heb ik hem net geactiveerd. Maar wie weet komt hij in de sale.
Je weet het niet. Het zou zomaar kunnen. Nou, en dan... Dat scheelt dan toch een bult geld. Maar ik denk het niet, hoor. Dan moet ik wel heel veel geluk hebben. Als die direct in de sale komt. Maar het gras moet toch eerst gegroeid zijn voordat we kunnen maaien. Dus... We wachten gewoon af. We wachten gewoon af. Kijk, maar het begint ook alweer donker te worden. Dus ja, we kunnen net zo goed gewoon gaan slapen. Oh, ik moet iets horen. Hé, maar die eieren die houden nog best goed vol. Goed met beleid rijden. Ze liggen niet helemaal netjes op elkaar. Maar goed. Nou, kom maar op met de centjes. Komt u maar. Als ik het even los mag laten. Dankjewel. Oh god, wat nou weer? Waar zit ik nou weer in vast? Waarom heb ik altijd pech en waarom zit mijn... Oh, we krijgen zelfs 14.000 euro. Nou, 18.505 euro. Ik teken ervoor. Nice. Nou, dan gaan we nou even slapen. Gaan we even kijken wat er in de sale zit. En dan hoop ik echt dat die sneeuw weg is. Maar ja, er is alweer sneeuw op kom, zie ik. Dus, ja, ik ben er bang voor dat we nog steeds niet het veld kunnen cultiveren. Dat zou echt een beetje jammer zijn, maar goed. Zo, goedemorgen. Het heeft meer gesneeuwd dan dat het überhaupt heeft gedooid. Dus dat is wel erg jammer. Want ik wil gewoon echt deze twee velden in ieder geval aan elkaar maken. Zodat we kunnen inzaaien en dat we het kunnen voortzetten. De kippen hebben daarentegen geen eten meer. Ik heb net even de pallet even daar naartoe gesleept, zoals je kunt zien. Maar ja, we hebben geen... ja, we hebben geen voer meer, dus die moeten we ook kopen. Het gerst daarentegen is ook nog niet klaar. Laten we hopen dat het natuurlijk ook heel snel gaat. En wat staat er in de sale vandaag? Niet hetgene wat ik wil. Alhoewel, ja, die solderen is leuk, maar ik krijg er helemaal kriebels van. Nee, maar ja, laten we hopen in ieder geval dat wij het sneeuw, dat heel gauw weggaat. Want ja, het is nog steeds min 13. En om 9 uur is het wel 8 graden. En om 10 uur is het 15 graden. Dus het gaat wel heel erg hard omhoog in één keer. Dus als het goed is, zou de sneeuw straks een keertje weg moeten. En dan hoop ik dat wij dan toch het veld eindelijk kunnen gaan prepareren met gras. Zodat het lekker kan groeien. En dat wij je maaien kunnen kopen. En dat wij op die manier gewoon nog meer silage kunnen maken en maaien. Dat is ook wel eens fijn. Dus ja, ik zet deze maar gewoon aan de cultivator. En dan denk ik dat het mooi is geweest voor vandaag. We hebben toch niet zoveel te doen meer vandaag. Mocht je dit natuurlijk een leuke video gevonden, mag je dat belonen met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat zeker eventjes. Zou ik super tof vinden. Moet niet over het gewicht heen rijden. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken. En dan gaan we de volgende keer het veld aan elkaar maken. Of de velden aan elkaar maken, moet ik zeggen. En eindelijk inzaaien met gras, zodat het lekker kan groeien. En dat we binnenkort ook eens even een keertje en het nieuwe veld kunnen inzaaien. En dat we het gers kunnen gaan oogsten. Bedankt voor het kijken, bedankt voor de support. En sneeuw, ga heel gauw weg. Kalm!